heeft u als dirigent zonder uw instrument, het orkest, deze coronaperiode beleefd? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Zoals u zegt, ik kan niet oefenen. Ik kan wel leren en dat heb ik ook gedaan. En ik heb ook eigenlijk permanent gewerkt, tenminste met mijn hoofd, om weer voor te bereiden wat nog niet afgezegd is. En dan kwam de volgende afzegging en de volgende. En altijd heb ik weer het volgende geleerd. En dat ging 9 maanden zo. Tot nu hier 1 concert zonder publiek. Is dit de eerste keer in deze periode? Het is het eerste symfonieconcert sinds 8 maart. Ik leer eigenlijk mijn partituren principeel zonder piano. Ik leer puur van het lezen. En zo lang tot ik de klank, zoals ik het wil, precies hoor wat ik wil. En dan denk ik dat ik een stuk kan. Als dit ontstaat, puur, en dan lees ik niet meer iedere noten, maar puur bij het beeld van de partituur. Als dat klinkt, dan denk ik dat ik daar dichtbij ben. We hebben vandaag van Willem Yeats Mors Eterna. Het is voor mij een nieuw stuk, dat moet ik leren. En dat was heel interessant dat ik dan in de loop van de tijd die ik het stuk voor ogen had, steeds weer vragen had. Waarom schrijf je het zo? Is dat wat je bedoelt? En dat, dan zie je ook dat zo'n partituur wordt vandaag in een computer geschreven. Dus geen handschrift meer. En de computer heeft bepaalde tekens die heeft. En dan zijn we toch uitgekomen dat bepaalde dingen niet zo zijn als hij wil. En ik zag het al, ik had het vermoeden, maar als je een levende componist hebt, kun je hem vragen. Ja, en hebben we gedaan, ja. We hebben zeker 10 e-mails gewisseld. Ik vind überhaupt dat Yeats schrijft enorm kleuren. Hij leeft van kleuren. En hij is daar bij Mahler in school gegaan. En daar klinkt behoorlijk wat Mahlerjaans. Er komt zelf een stukje dat lijkt bijna op Mahler eerste symfonie met zo'n accelerando. Maar hij schrijft niet af. Het is puur, ook voor de luisteraar. Wat Mahler ook gedaan heeft trouwens, aan te sluiten aan dat wat bestaat in die muziek al. Dat je van het bekende naar het onbekende kunt gaan. En dat vind ik, bij Yeats heeft dat voortgezet. Een uitstekend stuk. Dat vind ik zo bijzonder dat ik hier iets kan doen wat zeker ietsje anders is dan normaal bij deze symfonie. Ik heb die originele partijen in Meiningen bestudeerd, waar Brahms 1881 die symfonie dirigeerd heeft. En die chefdirigent die toen daar was, die Fritz Steinbach, die heeft al die bemerkingen die hij had voor repetitie opgeschreven. En dit bestaat in een boek, maar tot nu toe heeft dit boek nog niet echt iemand waargenomen. Dat is in de jaren 30, laatste eeuw, verschenen. Maar ik probeer echt deze sfeer met die details die Brahms repeteerd heeft, ook hier neer te zetten met het orkest. En dat is een heerlijk gevoel. Als we nu naar deze symfonie kijken en wat mensen straks kunnen zien in de stream. Misschien kunnen we even die delen af.
begint al met die pauken. Ja, ja. Wat gaan mensen zien? Wat gebeurt daar? Nou ja, het is een... dit woord noodlot is al bij Beethoven al gebruikt, maar het heeft iets... Je kunt daar niet onderuit komen. Er is een impact in het begin van deze symfonie. En dat is opeens daar. Er is geen voorbereiding. Je valt daarin. En je wordt overvallen van een... Sommige dirigenten doen het met geweld. Maar het is maar puur forte. Fortissimo komt later. Dus ik laat het niet met deze enorme geweld spelen. Maar heel diep. Heel zwaar. En dat gaat echt naar je hart. En in de inleiding van deze deel verandert het opeens, korte, zware inleiding, komt heel andere kleur van de houtblazers daarin. En na deze inleiding begint dan het eerste deel en dat is gewoon een gevecht. En Brahms gebruikt een trucje, hij schrijft het in 6/8, maar het zijn zoveel drie kwartmaten daarin. Dus die betoning verschuift steeds en dat ringt gewoon. Het is niet iets wat rustig in elkaar staat. Het is steeds tegenstrijdig. En dat is een enorme gedeelte met grote emoties. En in het tweede deel begint het alsof niets aan de hand is. Het is opeens licht. Maar ook dit licht is nog geen licht wat blijft. Het wordt meteen weer in vraag gesteld. En door syncopering en strijkers, die blazers, oboe en klarinet hebben, fantastische soli. Die Brahms trouwens meer rubato wil hebben als het normaal wordt gespeeld. En ik probeer dat met de fantastische blazers die we hebben te doen. Toon en Rick mogen daar zelf een beetje... We gaan straks Toon en Rick zien. Ja. Toon op hobo en Rick op klarinet. Dus die mogen daar meer vrijheid dan ze gewend zijn. Die mogen meer vrijheid hebben, ja. Spannend. Dat is heel mooi. En dat betekent dat voor de strijkers weer, ze moeten veel meer opletten. Het gaat dan niet maar zo door. Maar dat ben ik zeker, dat lukt heel goed. En dan hebben we een derde deel die eigenlijk een scherzo zou zijn na de traditie van de klassieke symfonie. En u weet dat Brahms heel lang gewacht heeft voordat hij überhaupt een symfonie heeft geschreven. Dat is een enorm lange gevecht geweest. En om even nog over het tweede deel te zeggen, oorspronkelijk was dat nog een ander deel. Het was muzikaal iets anders. Dat heeft hij na de wereldpremière in Karlsruhe heeft hij nog een keer veranderd. Dat is eigenlijk een nieuw stuk. De enorme onzekerheid. Is het wel goed genoeg? Voldoet het wel? Ja. En hij heeft ook eerst getest met de Haydn-variaties, dan met die twee serenaden, voordat hij aandurfde een symfonie te schrijven. Beethoven zat echt in de nek van Brahms. Maar op de andere kant, uiteindelijk kwam dan die uitspraak dat de eerste Brahms de tiende van Beethoven is. Insofern heeft hij dat bereikt wat hij eigenlijk wilde. Ja, het scherzo is niet grappig, maar het zweeft. Het scherzo zweeft tussen licht en schaduw. Het is ook steeds... Dur en mol gaat door elkaar en dezelfde melodie komt dan weer treurig, die eerst vrolijk kwam. En wat dan gebeurt, en dat doe ik heel bewust, de derde deel sluit af op een eerste tel. En de laatste deel begint op een tweede tel. Dus het gaat achter elkaar door? Het staat niet expliciet daar, maar voor mij is het zo logisch, ook harmonisch, dat ik het afsluit op de eerste tel en sluit meteen aan op de tweede tel met het laatste deel. Dus die delen gaan vloeiend in elkaar over? Dat vloeit dan in elkaar over. Het is bijna niet merkbaar waar het over gaat, van de ene naar de andere. Maar ook het laatste deel heeft een inleiding die... ook thematisch gedeeltelijk aansluit aan het eerste deel.
met deze lijn die je naar boven stijgt. Maar na de eerste paar maten is opeens complete stilte. Alleen pizzicato van de strijkers, verder niets. Dus hij zet die dramatiek die hij met de eerste opmaat zet in het laatste deel opeens stil. En dan komt een tweede, nog grotere aanloop en nog stiller. En dan langzaam bouwt het zich op naar een snellere tempo en voordat eigenlijk het laatste deel begint, komt eerst nog een beroemd thema wat hij heeft uitgevonden in de Alpen, wat een goed aan Clara Schumann is. En hij heeft het op een postkaart geschreven, dit thema. En dat wordt gespeeld van de twee hoorns. Oh, die prachtige solo. Oh, ja. Dat is uiteindelijk eigenlijk voor Clara. Ja, ja. Het is voor Clara. Het is, ik zou zeggen, een van de liefdesverklaringen. Waar de wetenschappers nog steeds verschillende meningen hebben. Maar ik ben zeker, net zoals ik zeker ben, dat het kleinste kind van Clara van Brahms is. Aha. Moet je alleen maar foto aankijken. Maar goed. Ja, en dit verraadt het eigenlijk, die solo. Ja, en dat heeft iets zo groot, zo wijd, zo enorm voor liefde voor Clara, maar ook voor de wereld. En die flauwt neemt het thema over dan. En daarna begint eigenlijk dit gedeelte zich te ontwikkelen, maar komt weer in grote conflicten met eigenlijk een moment waar ik ook bewust veel tijd neem voordat die moment gebeurt, waar de hele wereld in elkaar stort. Echt, dat is apocalypse. En uit deze apocalypse gebeurt dan iets dat het langzaam verdwijnt, alles weer. En dan komt een heerlijk moment dat heel zacht in de strijkers voorzichtig dit tweede thema weer opbloeit. En uit deze thema komt dan het grote koraal van de koperblazers die zeg maar alles recht zet en op God vertrouwen. En daarmee moet het goed komen. En dan komt nog een vrij korte stretta finale om het af te sluiten. Maar het is echt een opbouw die vergelijkbaar is met de vijfde Beethoven. Van het noodlot naar het grote triomf van het leven. Ik ben natuurlijk in mijn tussenpozen weer bij het orkest geweest, waar u lang geleden als chef-dirigent zo thuis was. Hoe is het om dan weer daar te staan voor het orkest? Gewoon heerlijk. Ja. Het is, zelfs zitten nu, vooral bij de strijkers, zitten behoorlijk nieuwe jonge mensen die ik nog niet ken. Maar het is gewoon het gevoel naar huis te komen. En ik heb ook over nagedacht dat ik aan mezelf merk dat ik mijn manier van dirigeren bij andere orkesten, waar ik veel dingen moet uitleggen of afdwingen. Ik heb het gevoel dat toch hier veel van mij overgebleven is. Het gaat gewoon makkelijk en heel plezierig. En ook die sfeer is, voelde ik onmiddellijk, is gewoon, ja. We zijn thuis. Wat bijzonder. Dat. En wat is dan dat thuis? Wat is echt netvo? Wat u, is dat te omschrijven? Elkaar begrijpen. Van elkaar houden. Zo simpel. Ja.